Veel plezier. Dank je. Tot morgen. Doei. Doei. Nou, look at this. Nou, het was Amber weer van gestapt op de bus. Ik moet echt een keer een intro verzinnen. Verzin dus iets. Misschien beter de dingen zetten. Nou, ik kan natuurlijk standaard uitgaan van de opening. Goedemorgen, of goedemiddag, of goede avond, of gewoon hallo. Welke opening kun je nou beginnen? Welke opening moet je beginnen? That's the question. Maar hoe gaan we beginnen? Fabienne, verzin eens wat. Wat zouden we kunnen gaan verzinnen? Moet maar verzinnen. Ja, dag. Ik weet het niet. Jij wilt met samen met papa vloggen. Is het. Hallo, lieve kijkers. Lieve kijkbuiskinderen. Lieve kijkbuiskinderen. De Fabeltjeskrant. Net als vroeger bij de Fabeltjeskrant. Hallo, lieve kijkbuiskindertjes. Nee, ik ben serieus nog aan het zoeken naar een goede opening voor onze vlog. En dat is best lastig. Je wil het anders maken dan. Oh, it's dark in here. Now it's light in here. Oké. Okay. We gaan moeten kijken naar een goede opening. En die is in zoverre lastig, want dan moet je natuurlijk gaan kijken dat die er goed op staat. Je wil het ook iedere keer anders doen. Hij moet er wel in komen. Er moet wel een zin zijn. Maar waar ga je beginnen? We hebben geen scriptschrijver. Alles uit de losse pols. Natuurlijk zijn alle, in principe alle andere vloggers ook ooit zo begonnen. Ook weer zo uit de losse pols. Maar op een gegeven moment krijg je daar wel een bepaalde vastigheid in. Van oké, wat gaat mijn opening worden? Nou, als we bijvoorbeeld naar Enzo kijken, heeft altijd standaard een vaste opening. Bellinga's, bakketjes, Le Caps, Good Life, noem maar op. Oh. Dus die hebben allemaal een beetje hetzelfde in. Of tenminste een eigen aanpak en dat moeten wij natuurlijk ook hebben, maar het wil ook niet hetzelfde zijn. Het moet niet hetzelfde zijn. Dus. Dan zou het moeten worden iets in de trend van goedendag lieve YouTube kijkers bij de stofjes. En dan? Nou, ik denk toch dat ik een keuze moet gaan maken om hem een keer op te schrijven. Een paar keer oefenen, wat dan een beetje, zoals ze dat noemen, een beetje lekker bekt. En dat dan goed oefenen. En dan moet het ongeveer worden. Zou zomaar moeten kunnen. Nou, wat we vandaag in ieder geval gaan doen. We gaan vandaag kijken voor een bankstal. We rijden nu naar beneden Leeuwen. Daar zit zo'n discounter. Ik zag dat toevallig vanmorgen weer via Facebook. Ik wist wel dat hij daar zat, maar al lange tijd via Facebook niks meer van gelezen. Nou wordt er weer door getriggerd omdat we met de woonkamer een beetje bezig zijn om dat te verbouwen. We hebben allerlei meubels besteld, die komen over een goede 16 weken. Dus ergens in oktober komt dat pas. Dus we hebben nog even tijd om dat te gaan regelen met de vloer nog. De muur moet nog geschilderd worden, het plafond moet nog geschilderd worden. Voor de bank moeten we in ieder geval gaan kijken, of tenminste gaan we nog wel kijken. Zo willen we dat een beetje gaan mooi maken. En jullie hebben ook wel licht al gezien. Dat die deur in de woonkamer, dat daar nog van die rare vlekken op zitten. Door omstandigheden zijn die erin gekomen en die hebben we geprobeerd te repareren. Nou, dat moeten we ook nog gaan vervangen, of tenminste gaan repareren. Dat die weer mooi strak is, dat we gewoon weer gewoon een goede, goed ingerichte woonkamer hebben. En dan wordt het ook leefbaarder. We hebben een aantal jaren iedere keer maar
meubels gezocht, dit erbij gezocht, dan gekeken, zus gekeken. Dan moeten wij het zo een beetje hebben meegekregen dat we, ja, dat we een leuke financiële meeval hadden. Nou, dan gaan we dit soort dingen gewoon een keer goed aanpakken. Is ook leuker voor jezelf, voor het gezin. Vooral voor Wil. Ja, het is toch leuk, maar het maakt je woonkamer ook leefbaarder, leuker, gezelliger. Gisteren een nieuwe servies binnengekregen. Dus zo zijn we van allerlei dingen een beetje aan het veranderen en aan het doen. Dus het is kei mooi, kei leuk. We genieten er ook van. Ondanks dat we 16 weken moeten wachten, weten we dat er komt. En daar is het wachten waard. Dus nou, eetkamerstoelen hebben we wel al binnen. Die hadden ook, daar liepen we toevallig tegenaan bij een soort discounter. Liepen gewoon even naar binnen om te kijken van, joh, kijk eens, wat is het? Nou, daar zagen we staan, nou, gewoon hartstikke mooie stoelen. Dus ja, die maar meteen gekocht. Dat is dan nadeel van zo'n discounter, op het moment dat het er staat. Dus goed, als je zegt van, ik kom volgende week terug, kunnen ze goed weg zijn. Omdat het vaak de laatste meubels zijn of ja, weet ik het wat. Nou, dus dat hebben we meteen gedaan. We zijn nu onderweg dus naar Beneden Leeuwen. Mocht daar niks tussen zitten, dan crossen we even naar Uden. Gaan we even kijken naar Citroën Sofa's in Uden. Even kijken of dat iets wordt. Ik weet niet of dat ze iets hebben of wat er is wat ze hebben. Dus gaan we even kijken, ik ben benieuwd. En of dat prijstechnisch wel een beetje in orde is. Ik wil niet zeggen dat we allemaal meteen rete dure spullen moeten gaan kopen. Dat juist niet. Maar weet je, dan nog, al zou het. Zou het dan ondanks de hoge korting die ze omschrijven zo zijn dat we dan toch nog bij spreken 2 of 3000 euro zouden moeten betalen voor de bank te lang om extra aan te doen? Dat gaan we niet doen. Dus dan kan de kwaliteit misschien wel goed zijn van die bank, maar dan weet je dan. Dat gaan we niet doen. We hebben een bepaald bedrag in gedachten die we willen besteden voor een bank. Even zo wijzen voor een afslag naar Druten toe. We hebben de navigatie niet aanstaan. Dus ik ben een navigator en filmer en verteller en van alles. Dus nou, dat dus ongeveer. En we zullen straks even gaan kijken. Dus ik zeg eventjes tot zometeen. Nou, daar zijn we dan. Gearriveerd. En Beneden Leeuwen. Kijk, er zijn wat discounters. Kom, en we gaan, als het goed is bij die, gaan we daar naar binnen toe. Die dus. Nou, even kijken wat ze hier hebben. Ik ben benieuwd. Curatoren verkoop. Of eventueel nog naar Prominent Outlet. Dan gaan we daar kijken. Deze zag ik. Deze zag ik net via Facebook, of straks via Facebook, of die heb ik al vaker gezien via Facebook. Pap, in de winkel moet je wel laag filmen. Dus we zullen eens gaan kijken wat we tegenkomen. Nou, zoals gezegd, we komen hier voor een bankstal. We gaan natuurlijk even een beetje kijken, het moet niet te licht zijn, niet te donker. We hebben natuurlijk 4 honden. Oh, die is verkocht. Oh. Ah, eerste bank al meteen verkocht. Nou, gaat lekker dan. Ja, we hebben toevallig nou, 2 banken gezien, al 2 al verkocht. 3 banken gezien, nu al verkocht. Ja, die hebben we niet. Die hebben we niet. Deze bank, nou, dat ook niet zo van gecharmeerd. Ik
Ja, die is te groot. Ja, nee, dit is al in 90 graden. Dit is wel een hele koele bank. Ja. Maar het is veel te groot voor onze woning. Veel te groot voor onze woning. Oh, wel. En die? Nee, geen groen. Oh, dat is groen. Ja, ik zie dat op het scherm. Dat is natuurlijk niet zo heel erg goed. Het is echt met recht een outlet. Daar waar je volgens mij echt... Dan moet je moet er echt tegenaan lopen. Je kunt nog naar boven, hè? Even die mevrouw vragen. 2600 euro, man. Nog? Ja, nog geen outlet. Ja, maar dat is zelfs wat we toen hadden bij die outlet in Nijmegen en Lukenburg, weet je nog? Ja. Dat was een outlet, dat had ik straks ook al vermeld. Dan heb je een outlet en denk je van 50% korting, 70% korting. Ja, als het al standaard banken zijn die al 6.000 euro kosten, ja, dan zit je nog op een best een dure bank. Dus, dag mevrouw. Nou, we hebben nog een tweede etage. Jawel, en dit er. Ik zie hier iets een beetje. Een beetje wel fluweelachtig. Ik zou meteen af te vragen of dat deze wel past bij ons. Met schermpje doen, dan weet je niet hoe je film. Dat weet ik, dat is een beetje op de gok. I know. Kom eens, kom maar mee. Is dat echt niet overal staan prijzen? Of die is misschien ook al verkocht. Ja. Oh, ik heb nog gezien, maar dat kijken we zo meteen wel. Wil ook nog. Dat is te klein. Nee, ik bedoel dat hij daarin de banken. Oh, dat we nog door kunnen. Ja, we zijn nu echt niet klaar. Is daar altijd hetzelfde, prominent wonen en curatoren. maar ik zag deze hier wel. Wil. Oh nee, dat is ook een beetje van het groenachtige. Niet achter, is groen. Ja, was kleurblind. Ja. Ook hier had geen prijs. En ik vind dat niet leuk fijn met die cursus zo. Nee. Ik ga veel wat doen. Ik vind de neusgaten leuk. Auw! Knauw leuk. Met mijn kinderen. Ja, dat wel. Doei! I'm going. Club in de gang. Kijk. Daarom zei ik, we zijn nog lang niet klaar. Ja, mama, hier zijn mooie banken, zie ik, denk ik. Dus ja. Misschien dat we found a bank. En we koop het is. Want we get it in ons huis. En het is helemaal pretty. En het is helemaal fijn. En als ik daar in loop, gaan we naar de bedden toe. Dat wil ik niet. Mama! We hoeven niet daarheen, want er zijn bedden. Ik moet zeggen dat je er niet echt bepaald... 4.000 euro. Maar ik moet... Wil je dat filmen? Ja. Moet je wel in je gezicht schijnen. Maar dan zei ik, Fabienne, doe die neusgaten. Vind ze leuk. Ik moet zeggen dat ik ook niet echt heel bank leuk vind. Nee, ik ook niet. Deze wel. Deze niet. Zo, maar... Jij ook met banken. Oh ja, nee, ik had overdag.
Ja. Is hier. Dag. Wat doen we daar beneden? Ja, deze tafel wil ik. Deze wil ik. Is het lekker hoog? Ja, daar wil ik, kan ik lekker mijn voeten los hangen. Dat vind ik leuk. Kijk, dat vind ik leuk. Hè. Kijk, dit vind ik leuk. Dan kan ik mijn voeten zo los hangen. Ik heb niet gekeken. Maar ga zitten, mama. Ik zou eens moeten kijken of dat onze stoel hier een beetje staat. Als die hier keus zou zijn, hè? Als daar een keus zou zijn. Maar dan moeten we gewoon niet naar. Kom Fabienne, we gaan naar Siets en Sova. Siets en Sova. Siets en Sova. Leuk zijn we zo paard. Die nog ongeveer een beetje in onze lijn lag. Hallo kinders. Hallo moeders. Ik ga jullie binnen door mee. Dan mag jij weer filmen. Dank je. Je hebt het dood. Nou, ik ben weer. Nou, dat hadden we niet gezien, maar ze botsen tegen elkaar op. Zwaar even niet opletten. Doen we nog een wijnglas? Nee, dank je. Wijnfles. Wijnfles, ja. Wijnfles. Die kun je spellen, toch? Ja. Wat hè? Spetter. Echt eerlijk waar. Fapje. Hé, liefje. Maar is het dan niet zo dat je de prijs ziet en dat daar dan uiteindelijk dingen de korting vanaf gaat? Of, Nee, schat, dat weet ik niet. Dat komt €99. Nou, dus. Uiteindelijk is het gebleken. Wat we straks al zeiden. Daar hangen ze grote kortingen aan, van wij hebben grote kortingen. Maar ja, nogmaals, het moment dat je bank dan al €7000 is, ja, 50%, zit je op €3500. Dus dat gaat niet worden. Helaas. Alwel, dit is wel een leuke bank. Ja, daar stond ik net bij. Ah, nou, ik heb maar niet daar gezien. Staat geen kaartje aan. Kijk hier. Dit is wel een leuke bank. Hier kunnen de kopsteunen, kijk. Hier kunnen de kopsteunen van overeind of plat. Maar papa, dat vind je toch leuk voor mij? Nee. Zeg maar nee. Ja. Daar word je helemaal misselijk van dadelijk. Nee. Maar goed. Ja, precies. De bom. Nou, hier. Zo lekker een vallen aan je stoel. Oeh, dat is duizelig. Nou, nee. Doe maar niet. Een beetje duizelig. Ja, de. Nee. Ook niet. Oh, dat is heel. Nee, dames en heren, dit gaat het niet worden. Dit gaat het niet worden. Dit is echt een beetje zo'n mooie verkoop. Ik heb in het verleden ooit in de buitendienst gezeten. Dus vaak op vertegenwoordiger. Ik kwam bij bedrijven. Bedrijven willen maar korting. Korting. Ja, want ik krijg bij die krijg ik 60% korting en dit en dat en blablabla. Bla, bla. Nou, een hoop gedoe, een hoop gepraat. Hele simpele vraag vraag ik dan, meneer. Wat betaalt u onder de streep? Hoezo onder de streep? Nou, wat moet je betalen onder de streep? Nou, we moeten dingen kijken. Nou, oké, haal de bon maar bij. Wat betaal je onder de streep? Ja, betaal voor dat betaal ik. Zeg maar iets, €80. Zeg nou, dat is mooi. Zeg maar, mij betaal je onder de streep €75. En hoeveel korting heb ik dan? Ik denk ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Als je dat dan niet snapt. Maar goed, wij gaan dus naar Siets en Sova's in Uden.
dit ging het niet worden. Dus van daaruit zeg ik maar weer eventjes. Tot straks. Nee. Wat nee? Oh, Fabienne wil nog eventjes. Nou, alsjeblieft. Zap. Kijk maar even zo. Even zo. Nou, zo. Achter voor mensen. En dan, ja. Gewoon ja, zo wat. Ik kan je ook zeggen, ja. Ja. Oh, het duurt ik ben hier vast, dus. Ja. Dat moet ik gewoon even doen. Dat is wel een klein kant. Ik moet wel een klein kant doen hoor. Ja, dat is wel klein. Ja, ik ga jou juist expres hier langs. Nee. Dus die zal helemaal zaten. Tanken. Ik doe maar 120 te doen of zo. 20. Ik ga tanken. Ik ga een keer tanken. Ik ga een keer tanken. Papa gaat filmen. Hallo. Ja. Ik ga proberen alles te doen, oké? Nou, Fabienne gaat tanken vandaag. Althans, ze gaat de poging wagen daartoe. Welke kost die wel? Die. Welke? De euro 95. Okay. Dat is wel eten in die groene, ja. Dus de slang eraf pakken. Ja, erin hangen. En dan knijpen. En dan niet helemaal doorknijpen, een beetje. Te veel? Doe maar eerst 15 euro. Nou, doe maar 20. Vooruit. Hij is vrij prijzig hier, bij ons is hij goedkoop hoor. Ja. Oh, even een beetje afkloppen, ja. Netjes hoor. Ik kan dat gewoon. Netjes hoor, nou, dop dicht. Nee, hij zit niet goed. Eerst dop draaien. De dop draaien andere kant op. Ja, maar dit lukt me, zeg maar dan, dus zeg maar niet. Oh. Ja. Oké. Okay. Hier, pak even de camera. Nee, ik kan doen. Wat hè? Ik ging alles doen, zei ik. Oh, ja. Dan een beetje laag of mensen lopen. Ja, met die mensen die kan ik de trui blurren. Wacht jij hier? Huh? Wachten. Ja, jullie moeten zeggen welk pompnummer je hebt gepompt. Heb je getankt? Pompnummer ook. 14. Hoeveel je me tegen aan het houden, weet je? Ja, ik zat. Even een minuutje? Nee. Hoi. Nou, Fabienne heeft het eerst gefilmd. Of de mensen getankt, helemaal leeg. En Fabienne natuurlijk. Helemaal blij. Alles zo. Helemaal blij. Hoppakee!
Wil je meer? Kijk, dan hoef je meer aan denk je. Oh. Even kijken. Zo, zijn we weer. In Uden. Cheats en sofas. Ik ben benieuwd wat ze hier hebben. Ja, we komen al binnen met de bank. Goeiedag. Nu kom ik lekker even kijken. Ja. Goed zo. Ooit eerder bij Cheats geweest al? Heel lang geleden. Oh, ik heb dit gewoon klaar vooral, hè? Ja. Zal ik een prijslijstje meegeven met? Dan? De, ja, de stofjes, ja. Nou, we zijn nog maar net begonnen, dus... Goed zo. Maar we moeten ergens beginnen, hè? Ja, oké. Okay. Als het mag. Van mij mag het gerust, meneer. Dag, meneer. Goed zo. We kijken even rond. Ja, ik ook. Nou, heel welkomstcomité bij Sies & Sofa. Dat is in ieder geval vast vriendelijk. Alvast shout-out naar Sies & Sofa's. Nou, we gaan even lekker rondkijken. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat wij wel iets vinden hier. Over het algemeen moet ik zeggen dat Sies & Sofa's wel leuke banken heeft die ik krijg de indruk dat we allemaal gevonden hebben. Nou, wel was altijd wel een klein beetje verzot op banken met een verstelbare leuning. Oftewel die omhoog kan klappen. Nou, zo te zien kan deze dat. Fabienne, dat is leuk. Ja. Waar ik altijd benieuwd naar ben, is hoe dat ze zitten bij de leuning. Ik weet niet, is deze, niet. Kan, deze leuning ook, kan deze leuning ook omhoog? Nee. Nou, wordt hem alweer niet. Deze niet. Nee, dat klopt wel niet. Nee, het ligt eraan hoe hoog dat de leuning is. Dus, ga je daar zitten? Fabienne, mag ik even plaatsnemen? Ik heb toch mijn plek. Nee, ik wil even kijken. Ja, dat is leuk voor jou. Kom. Zie, kijken. Kijk op die met je ogen. Die ben je ook altijd geleerd. Hallo. Hallo. Deze ding. Nou, hoppakee. Nou, wat ik dan altijd wel belangrijk vind is dat de leuning, hier dus, dat zeg maar lekker ligt. Oh, maar kan ik de vloggen, mag ik een handtekening? Ja. Jij spoort ook niet. Maar dit vind ik fijn, want hier kan ik, hier zit ik hoog met mijn voeten. Maar hij zit je wel weer voor het raam. Ja, wij zijn een beetje beperkt met betrekking tot een maar soort bank. Wel bij elke bank. We hebben niet zo'n hele grote woning. Maar ja, hier zo'n... Die kan ook kleiner, hè? Zo'n bijzit. Ja, wij zitten, ik ga de verkoop even, wij zitten met vier honden. En oh, als wij deze zeg maar, in de kamer hebben staan, zoals die nu staat, dan gaan de honden daarop staan en dan gaan ze voor het raam staan. Ja. En dan is het heel veel geluid. En daar willen we eigenlijk een beetje vanaf. Dus min of meer, ja, zoiets willen we wel erbij hebben, maar dat hij dan voor het raam weg kan blijven. Ja, maar zit je met deze toch weer? Het zal toch niet? Maar die kan ook weg, hè? Kijk, stel je voor. Dat is wel je... fijner, Rick. Hè? Want dan zit je weer met die honden iedere keer die erop springen. Ja, dan doe je dat gewoon. Dan laat je gewoon zo recht doorlopen en is dat eilandje weg. En dan pak je met spiegelbeeld daar, dan heb je geen last meer met je honden. Dus dat wij eigenlijk alleen maar een L-vorm. Ja. Kan. Dus dat is ook gewoon mogelijk. Ja. En dan de rugleuning daar. Ja. En dan krijg je wel die leuning aan die kant. Hoe ver wil je hem? Of Nee, want hij loopt toch gewoon zo door. Ik bedoel, dit is dit dan weg. Dit gaat dan weg. Dit gaat dan gewoon weg. Oh, zo. En dan krijg je hem zo en dan een spiegelbeeld. Of wil je hier ook nog gewoon een zitting hebben met een leuning? Dat kan hij. Ja, maar dan blijven ze de honden nog op de bank springen. Ja, maar, komt ja, er maar die dan kant. Staat dit tegen de muur. Oh ja. Dat komt aan die kant dan. Ja, zo. Maar ik moet even visualiseren. Ja, zeker. Kijk, maar als wij die kant zeg maar met nog een stukje rugleuning hebben, dus ja, dat we daar nog wat extra zitting hebben, dat je de L zo krijgt. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk ook... Voor de dingen trouwens. Hij moet daar langer zijn dan daar. Dat kan allemaal.
Dus wat dit met dat betreft is dat geen probleem. Nee, maar als je die kant komt, kom je over het raam uit. Nee. En dat willen we juist niet. Die kant moet korter, want dat ja. komt in het, de woonkamer, zeg maar. En die komt tegen de muur. Ja. Ja, zo bekijk jij dat. Je kijkt dat daar de muur is. Ja. Oh ja, nou, ik was dus aan het kijken dat hier de muur zit. Nee, daar het raam. Dus ik zit eigenlijk al precies zoals... Onze neusbloed en dat we denken dat hier de muurkant is en daar het raam. Ja. Zo denken we nu. Ja, hier is het raam. Daar is de muur. Daar gaan we wel. En daar is de open kant van de woonkamer. Jij dacht precies andersom, want ik had mijn visualisatie dat ik gewoon eigenlijk al zo richting de televisie zit. Daar het raam, daar de keuken. Dus ik zit eigenlijk al met de rug tegen de muur aan. Ja. Zo zat ik te denken. En dan komt er aan deze kant zeg maar een stuk bij. Juist. En dat gaat eraf. Oké. Okay. Ja, zo zat ik te denken. Ja. Oké. Okay. Maar dat kan. En dan hebben we een goede stof voor de hond erop zitten. Ja. Dan moeten we elke kant daar aanpakken. Ja. Beauty. Goed. En kleur kunnen we veranderen? Ik zal de kleur aan de pak. Ik vind deze kleur juist leuk. Ja, nee. Welke kleur zijn de honden? Nou, we hebben drie zeg maar, chichus. Dat zijn ongeveer, dat is ongeveer 30 centimeter, maar ook één rottweiler. Ja. En heb je er veel last van s'avonds ook? Toch niet? In de zin van? Nou, kijk. Okay. Dit is s'avonds goed. Oh, handig dit. Hè? Kijk nou, dit is een bank met ontdekkingen. Ja. De kinderhonden stoppen. Dus voor de vervelende honden. Ja, die rottweiler passen er niet onder, dat is dan de enige, maar die andere drie. Die rottweiler kom ik al ophalen. Ik heb er eentje gehad, maar die deed heel raar. Die deed elke keer naast schilderijen happen. Oh. En dat was schijnbaar omdat hij al heel alleen was. Wow. En toen heb ik een advertentie gezet en toen is hij mijn boer op komen halen. En hij woont nog, ik zie hem nog regelmatig. Hij woont bij de boer en dan zit je mee bij de boer op de tractor en zo, daar gaat je overal mee. Heel mee. Ah, daar ben ik zo blij mee. En toen ben ik hem na een jaar ben ik hem de stamboom gaan brengen. Want die hond die was echt goud waard. Dat was een stamboommond, ja. Ja, we hebben daar geen stamboommond. Maar ik ga mijn dieren niet verkopen, dat wil ik niet. Maar ja, met die stamboom was ik wel zuinig, want anders dan heeft hij hem 3 maanden en hij verkoopt hem mijn stamboom. Ja. Ik zeg, dat wil ik niet hebben. Ik wil zeker weten dat je er goed voor bent. Ik zeg, en als dat zo is, kom ik na een jaar kijken. En als je dan nog is, dan krijg je van mij een stamboom in die hond. Ja. Ja, en dat is... Maar het is wel typisch dat hij dan inderdaad zo naar een schilderij krijgt. Ja, heel raar, maar daar doet je het niet meer. Nee. Dus dat is gewoon een eenzaamheid. Dan zal die boer geen schilderij hebben hangen, denk ik. Dus. Ik ga het toch pakken voor jou. Ja. Nou, ik vind het helemaal waar we op uitkomen. Ja. Kijk. Uiteraard. Mevrouw, de kleur uitzoeken? Ja, hè? Ik vind die kleur gewoon. Ja, maar ik was gewoon even benieuwd naar andere kleur. Wij hebben wat grijzige meubels. Dit is niet beauty. Dus, maar dat kan ook. Azario is dit. Dat is eigenlijk ook kunstleer, maar... Die is sterker. Die hoort daarbij of hoort nee, die daarbij? Nee, deze hoort hierbij. Was dan al een verkeerde bordje. Ja, zondag. Ja, dat is ook nogal wat. Maar oké, dat kunnen we dadelijk uitrekenen. Nummer 29, dus kan die mevrouw. Wauw. En dan moet u gewoon een driehoek term hebben. Zoals wij besproken hebben. Ja, kijk lekker even. Ja. Ja, maar deze als je in het grijs is. Hoe weet jij dat in één keer? Oh. Heb je ook nog stof 4, 5. Dan zit je zelfs over de 3000 euro heen. Ja, zo. En wat noemde je nou over stof? Hoek 3 hoek of zo. Ja. En dat is hier. Ik loop eerst gewoon even. Oeps. Hij is wel super leuk. Oeps. Kom Fabienne. Een verkeerd bordje gekeken. Hij heeft wel leuke mogelijkheden zo met die eronder. Zoiets is ook leuk. En dan een andere kleur. Ja, dan heb je echt een hoekbank. Kom maar kijk hier. Ja, dus, kunnen we een andere kleuren doen? Ja. Maar als je
Ecoluxe leden hebt, dan is die weer €22,99. Ja, waarschijnlijk. Die is eigenlijk nog duurder als die we toen bij aanmeubels hebben gezien. Ja. Maar dit wil ik niet, dat vind ik niet mooi. We zijn van Wendy, die was naar het kijken hier zo. Ja, dit is ook wel apart hoor, dat je dat kan gebruiken. Ja, maar bij ons staat het tegen de muren. Ja, ja. Dat is groot. Dit wordt denk ik wel heel snel vies. Denk ik. Ja, ik weet niet. Ik daarentegen ben je wel erg flexibel. Hoezo? Zo, beter. Je kan die stoel een keer apart neerzetten. Kun je hier zeg maar een beetje voor het raam neerzetten. Mm-hmm. Zoals ze dat nou ook hebben met die ene stoel. Mm-hmm. Nou, ik heb er ook veel bij, maar ik heb er gewoon veel. Het is mijn benen. Die aan die kant, dan kun je daar een tafeltje kwijt. Dit is wat ik goed naar de kant heb. Ja. Ik ga nog even verder lopen. Nou, we kunnen nog even verder kijken. Maar deze op zich ook wel iets. Ja, ik weet niet. Die wordt wel snel smerig hoor. Zou je denken? Ja. Oh, je hebt die ene weer wel. Wel? Ja, dit is echt een. Oh, deze is niet aangesloten. Dat is jammer. Kijk, hier zitten van die knopjes. Hier zo. Die kun je dan bedienen en dan gaat van de benen gaan en zo omhoog. Nou, dat weet ik al genoeg. Dan hoeft papa hier niet te gaan zitten. Op het moment dat hij thuis komt, zit de halve familie al in die hoek. Nou, ga niet even verder kijken. Anderen moeten kijken. Natuurlijk een superleuke bank, waar we straks de eerste op zaten. Maar zoals ik al zei, moet je natuurlijk wel een klein beetje in de prijskategorie passen. Kijk, wij hebben gesproken over de opstelling zo. Ja. Zie je? Ja. Hier de muur. Ja. Nee, daar de muur. Nee, daar de muur. Daar, ja, daar hier, de grote muur. Hier en vrij. Nee, ja. Hier vrij. En dan zit daar de raam. Ja. Ja. Deze kant is, vrij de woonkamer in. Ja, ja. En dan komt dan hierachter, komt er een kastje. Dat vind ik ook leuk. Ik vind dit ook wel apart. Ja, en dit kan ook wel alle stoffen. En, kijk. Ook weer hetzelfde. Oh, dit is helemaal... En dan heb ik nog een extraatje erbij. Oh, we kunnen even zitten. Kijk nou, die man zit vol met verrassingen. Wie en het nou is? Dat is slapen. Ja, deze is wel leuk. Kijk, en dan deze, kijk. Die kunnen we nog omhoog, hè? Ja. Okay. Dus ja, dit is gewoon grandioos geweldig. Die bank. Wat zou je kwijt zijn als je dit zeg maar met dit stof neemt? In die stofgroep 3, mevrouw. Dan zal ik eens even kijken. Nummer 13 is dit, is de Boston. Dit is. Het is een 3-term instof op 3, 2009, zet erbij. Ja, en dan mag natuurlijk nog een beetje vanaf. Dus ik denk een. Dan heb ik de bank precies zoals je hem hebben wil. Hè? Ja. En dat is wel leuk, hè? We dat doen nog niet, hè? Ja. Ik zit nou echt pas naar die poten kijken. Kijk. Ja. Ik vind dat wel apart. Die poten, ik vind het wel heel apart. Ja, en dat is ook fijn. Ik vind het eigenlijk. Ik heb met de stofzuiger onderdoen. Oh, dat is zo schuin. Of te zwart. Nee, hij moet recht staan. Maar oké, dat kan, dat ligt er maar aan. Hebben ze misschien de schroefjes niet helemaal. Ja, oké, maar het hoort dus niet. Nee, maar. Hij moet recht staan. Ja. Ja, dan houden we deze heel even in ons hoofd en dan lopen we nog even een rondje, Fabiana. Ja.
Nou, weet je wat wel fijn is wel? Dat je hier aan de, achterkant niet zit sommige heb je dat je, als je hem dus naar beneden doet, dat je hier dan 5 centimeter oversteken hebt. Ah, zo. Nee, dan zit je altijd met de muur, dus je moet altijd 5 centimeter van de muur afstaan. Ja. En dan heb je hier niet. Ook niet omhoog. Nee, dat snap ik. Maar dat hoeft ook niet. Nee, met een bot zie je. Maar hij is gewoon vlak. Ja. Dus al zou je hem zeg maar tegen de muur aanzetten, dan kan je nog. Ja. Dan zit je niet met schuren langs de muur. Ja. Nou, dus. Gaan we nog even verder lopen, Fabienne, en dan komen we zo nog, we hebben in ieder geval een bouw. Zo is, hè? Ja, een beetje, en dit, ja, dan moeten we maar kijken hoe we dat doen. Kom, hey, wel, maar ik vind die wel apart. Ja, ik vind hem ook leuk. Ik wacht van hier op jullie, dan wil ik jullie altijd waar de bank staan. Oh, maar dat weten we toch wel, hoor. Maar ik was ook op de stop, hè? Het is wel een nummer wat wel meteen afsteekt. Ja, ik vind die kleur ook wel leuk. Het hoeft niet allemaal grijs, hè? Nee. En zwart past overal bij. Dat is wel leuker, vind ik. Ik vind het wel een aparte bank, hoor. En dan die... die kleine details. En dan kijk die pootjes. Maar dat is wel apart. Ja. Nou, Fabienne die ligt al lekker te ronken. Die is niet meer van de bank af te slaan. Nou, Fabienne heeft de bank gewonnen. Wat vind je zelf? Oké, dit is precies wat er nou zichtbaar is, hè? Ja. Wat je krijgt met spatters. Dit is wel weer lekker. Ah. Jij kan dat ook, hoor. Gewoon alle blikken trekken. Oh. Oh, dat is jammer dat ik het niet gefilmd heb. Nee, maar kijk, dan krijg je dit, hè. Ja, maar dat wil ik ook niet. Dit is heel snel kapot met die hondennavels van Buddy. Is het ook lekker, dit? Ook dit is snel kapot. Voel maar, Rick. Het is stoelen met omhoogbare dingen. Dat is, moet je eens voelen dat dat snel kapot gaat. Het is 2 keer krappen en dan is het kapot. Krappen? Krabben. Het is zo kapot door die honden. Ja. Buddy, als die 2 keer erop springt, is kapot. En dat was bij die niet. Nee. Ik krijg hem niet omlaag. Hey Rick, deze past goed bij ons. Ja. Ja, maar al die dezelfde kleuren als die stoelen van de eettafel. Ja, dat is wel heel bijzonder. Nee. Die is 13,99. Die zit ongeveer op de 1600 euro met stop 3. Ja, ik dacht, het zit wel lekker. Ja. Wij kijken naar deze bank. Ja. En we zeggen van, hey, dat zijn onze eetkamerstoelen. Ja. Precies dezelfde kleur. Echt, ook ja, met die. Dat kan die ook. Hè? Zoals die nou staan met die 3 kleuren. Ja. Echt heel zo, zo hebben wij onze eetkamerstoelen ook, zeg maar 3 verschillende kleuren. Oh, maar dat kan je ook. Als element hebt in kleur. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld die rolsteunen en dan die bank van bed, die kun je dus ook... Nee, laat ik gewoon maar die kleur doen. Ja. als we die zouden... Ik vind deze ook wel apart. Nou, stel je... Van die. Van die. Ja, ik vind die wel super leuk. Ja. Zit wel heel fijn. En die heeft al dat comfort wat u eigenlijk zoekt, laten we eerlijk zijn. Ja. En dan weet je precies hoe je hem krijgt, zoals hij daar staat, met bed en kast erin.
Zal ik eens kijken voor je? In stofgroep 3, ja. De beauty. Ja. Ga je even kijken waar het nummer is. Als het voor is wel fijn als zij zeg maar een slaapfeestje heeft. Met Evie. Ja. Ja. Is dat ook fijn voor hem? Dan kan je boven wel slapen met z'n tweeën. Wordt daarover gesproken trouwens. Ik wil binnenkort wel weer eens een challenge doen met hun. Met dat fruit wat en groente. Is, je kan die dekens die wij gebruiken voor op te deken, kan je onder. Ja, bijvoorbeeld. En dan moet je het ook alleen wel daarvoor houden. En als je extra kussens... Ja, dan kun je ook meer tegen hun zeggen, want hun laten ze op de bank liggen. Ja. Maar mevrouw Frans gaat iedere keer ook van... Ja, heeft je vader alweer een nieuwe challenge opgenomen met jullie? Nee, serieus, ja? Ja. Dat vind ik wel leuk. Wij kijken altijd, als zij weer een nieuwe video hebben Ja, gaan ze in de klas kijken. Ja. Alle video's? Nee toch? Alleen die challenges met jullie. Ja, vind ik wel leuk. Dat heeft ze vorige keer al gezegd. Ja, dat klopt. Ja, nee, maar goed, maar dat juffrouw zelf ook zeg maar vraagt daarna of dat wel weer een nieuwe. Die andere. Ja. Ik moet bedenken. We moeten op school. Moeten wij gaan wij opdracht? Om te vieren. Ja. Hebben wij een opdracht? Weet je, je hebt een kartonnen doos. Je hebt een soort spullendoos. Nee, dat is en daarvan moest je een winkel maken. En ik heb dat logo heb ik gebruikt toen daarvoor. Van Ziet en Sofa. Ja. En weet je hoe ik mijn winkel noemde? De F, dan die bank en dan de S. Zo lieve mensen, dat was het weer voor vandaag. We hebben een vet coole bank gekocht. Shoutout naar Sheets en Sofa's. Daarna hebben we het niet meer meegekregen, want ik al was vergeten om een nieuwe SD-kaart mee te nemen. Dus we hebben daarna ook niet meer kunnen filmen. We zijn daarna nog in Uden geweest, eventjes lekker wezen happen. Bij, hoe heet die ook weer? Only Burger of iets? Want we waren op zoek naar de burgertent met de grote M. Daar waren wij naar op zoek. Nou ja, we kwamen al vaker, of tenminste, kwamen al vaker in Uden. Ik wist ongeveer waar die zat. En toen zat er in één keer een andere. En nou ja, goed, we hebben toch daar gegeten. En echt, eerlijk waar, shout-out naar die tent. Ik wil nog even opzoeken als ik straks ga editen. Dat ik ga kijken welke dat nou precies was. Dus, nou, in ieder geval shout-out daar naartoe. Frietjes waren goed, hamburger was lekker. Het was gewoon goed. Ja, nou zitten we hier om te editen. Hallo, wat doen we dan? Oh. Wat doen we dan? Blauw duimpje omhoog, zo. Abonneer op ons kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug met nieuwe filmpjes. Goed. Love you. Tudo aí.